Het is weer tijd voor onze maandelijkse videoserie over cryptocurrencies. In deze video wil ik eerst gaan kijken naar hoe mijn portfolio er op dit moment voor staat. Vervolgens kijken we naar wat er eigenlijk de afgelopen maand is gebeurd. En we sluiten deze video af met een nieuwe crypto die ik deze maand ga toevoegen aan mijn portfolio. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Op dit kanaal praten we over geld, geld verdienen, het liefst op een passieve manier. Maar in dit geval, in deze video, gaan we het hebben over crypto. Dat is vaak een wat actievere manier. En in ieder geval een manier met veel risico. Beschouw cryptocurrencies dan ook altijd als hoog risico. Als je het al gaat doen, doe het met een paar procent van je portfolio. En natuurlijk, zoals altijd, is dit geen beleggingsadvies. Ik ben ook maar een simpele limbo met een petje. Maar laten we nu dan overstappen naar mijn laptop, zodat ik mijn portfolio met jullie kan delen over hoe mijn crypto er op dit moment uitziet. En dan zijn we nu ingelogd op mijn CoinMerge account. Dat is zeg maar de broker die ik gebruik voor deze serie. Als ik crypto wil kopen, het idee van deze serie is om maandelijks 100 euro in te leggen. Met het idee om op lange termijn met crypto bezig te zijn. Dollar cost averaging toe te passen. Dus als de koers hoog staat, leggen we 100 euro in. Als de koers lager staat, leggen we nog steeds 100 euro in. En mocht je trouwens iets op de achtergrond horen, de buren zijn bezig met de tuin, dus hopelijk heb je daar niet te veel last van. Maar op dit moment heb ik 922 euro in mijn portfolio zitten. 100 euro inmiddels staat alweer klaar om straks een aankoop te doen. En kijken we naar de afgelopen maand, dan zien we dat ik rond deze periode de vorige video heb opgenomen. Een beetje het dieptepunt van de afgelopen maand geweest. 750 euro op dat moment. Het is toen nog flink eigenlijk omhoog gegaan, verschillende koersen. Ik denk eigenlijk wel BTC, ADA en Ethereum. Uiteindelijk bijna 1100 euro waard geworden. Maar vorige week hebben we een beetje die correctie of crash gezien. En inmiddels staan we nu dus weer zo rond de 900 of iets boven de 900 euro. Als we even bovenaan gaan kijken naar mijn wallets, dan zien we het iets beter. Dan zien we eigenlijk dat alle serieuze wallets die ik heb, die staan in de plus. Dogecoin heb ik een keer gekocht om als voorbeeld te laten zien van kijk, dit kan er ook gebeuren als je ergens in investeert wat eigenlijk nergens op gebaseerd is, dat gewoon een hype is, dat gewoon eigenlijk een grap is. Ik heb erom zitten denken om het alsnog te verkopen, maar ja, 9 euro mocht het dan helemaal niets meer waard worden. In ieder geval, nu hebben we goed vergelijkingsmateriaal. Verder zien we hier Bitcoin staan. Eigenlijk alle drie trouwens zitten rond de 300 euro van mijn posities. Bitcoin net in de plus met 0,76%. Cardano in de plus met 76%. Dus dat is flink meer dan bij Bitcoin. Heeft het erg goed gedaan de laatste tijd. En ook Ethereum staat zo'n 45% in de plus. Maar nu we weten hoe mijn portfolio ervoor staat, laten we dan even kijken naar de afgelopen maand wat er is gebeurd. Wat laatste nieuws. Nou, ten eerste, zoals gezegd, vorige week hebben we een soort van correctie, crisis of crash gehad. Net eigenlijk nadat El Salvador Bitcoin officieel als betaalmiddel, als wettig betaalmiddel accepteerde, ging Bitcoin hard onderuit. De koers ging namelijk op één dag 11% onderuit. En dat begon natuurlijk met mensen die winst begonnen te nemen. Het bekende buy the rumor, sell the news. Dus op het nieuws, op het gerucht, zo moet ik het zeggen, dat El Salvador het eigenlijk ging introduceren of ging accepteren. Ook al werd het vanuit de overheid aangekondigd. Daar werd natuurlijk een hype door ontstaan. Het werd meer gekocht. Toen het eenmaal zover was, hebben mensen winst genomen. Nou veroorzaakt dat niet per se die 11% onderuitgang, zeg maar. Maar dat werd namelijk juist wel de trigger. Er werd namelijk meer verkocht. Want heel veel gebeurt er namelijk wat ze noemen margin trading. Dus met geleend geld werd crypto gekocht. En op het moment dat een koers dan onderuit gaat, met een paar procent onderuit gaat, zul je zien dat posities vaak automatisch gesloten worden. Dan komt er dus meer verkoopdruk, waardoor het nog verder gaat dalen, de koers, en nog meer posities gesloten worden. Dus vaak zie je dit terugkomen als het onderuit gaat, dan gaat het ook heel hard onderuit. En dat heeft juist dus te maken met dat marge trading. Kijken we vervolgens nog even naar Plan B. Daar heb ik de vorige video ook al iets over gehad, over zijn stock-to-flow model. Plan B heeft ook regelmatig een voorspelling op basis van zijn stock-to-flow model, of in ieder geval onder andere zijn stock-to-flow model. En kijken we een tweet van eind juni, toen zei hij het volgende: in augustus zou het Bitcoin boven de $47.000 liggen. Nou, dat had hij correct. We sloten namelijk augustus af op $47.112, dus net erboven. Voor september voorspelde hij dat we boven de $43 zouden eindigen. Nou, september is nog bezig, maar we hebben in ieder geval al wel een flinke daling gezien op dit moment.
En dan hebben we ook nog oktober, november en december. En daar voorspelt het model koersen van boven de 63.000, 98.000 en zelfs $135.000 aan het einde van het jaar. En ik ben ook erg benieuwd of het natuurlijk uit gaat komen, want het is een model, maar wel een model dat in het verleden in ieder geval vaak correct is gebleken. En dan wil ik deze video nog even afsluiten met een nieuwe cryptocurrency toevoegen aan mijn portfolio. Nu zit mijn geld, zoals jullie zagen, in Bitcoin, in Ethereum en in Cardano. En ik wil er deze maand een nieuwe cryptocurrency aan toe gaan voegen. En dat is Polkadot geworden. Nou, wat is Polkadot? Polkadot wordt eigenlijk als een soort van Ethereum killer genoemd. Dit komt onder andere omdat hij het is bedacht door Gavin Wood. Gavin Wood is co-founder van Ethereum. En Polkadot is vooral interessant omdat het meerdere blockchains met elkaar kan koppelen. Nou, schaalbaarheid zijn natuurlijk altijd grote problemen bij Bitcoin, maar ook bij andere crypto's. En met Polkadot kun je bijvoorbeeld applicaties draaien op Polkadot en gebruik maken van de code van Ethereum. Dus juist, zoals gezegd, die blockchains ja, meer op elkaar afstemmen, samenvoegen. Daar wil ik er eigenlijk niet al te diep op ingaan, omdat het dan een heel technisch verhaal gaat worden. Maar als je daar interesse in hebt, bekijk dan ook vooral de website en de whitepaper van Polkadot. Ik zal onder deze video daar even een link naar plaatsen. En kijken we dan naar de koers van de Polkadot, dot afgekort, dan zien we eigenlijk flinke schommelingen. Het begon dit jaar op $9, om vervolgens te stijgen naar bijna $50 op het moment dat ook Bitcoin records aantikte. Daarna zakt het weer naar $10 en nu zitten we zo net onder de $35. Het is dus een coin die erg volatiel is, nu wat hoger staat. Maar ik denk daarom ook juist wel dat dit hoger kan gaan eindigen als ook Bitcoin weer in waarde stijgt. Dus daarom wil ik deze maand een gedeelte in ieder geval van mijn inleg in Polkadot stoppen. Dus laten we even wederom teruggaan naar mijn account van CoinMeurs om deze aankopen te doen. En zoals gezegd gaan we dan als eerste kijken naar Polkadot. Dus we gaan naar coins en dan gaan we heel even wachten en dan gaan we hem opzoeken. En dan zien we hem hier staan. Op dit moment €29,22. En we willen eigenlijk één Polkadot kopen. Dat is ongeveer een derde van mijn inleg. €30, iets minder. Dus ik zeg buy. We gaan heel even wachten. En ik ben het hiermee eens. En ik zeg bevestigen. Oké, we hebben nu één hele Polkadot gekocht. Gaan we even terug naar mijn wallet als het goed is. En we hebben op dit moment nog €70 over. En deze wil ik op dit moment weer gaan verdelen tussen Bitcoin en Ethereum. Zoals gezegd, Bitcoin, ik geloof erin op de lange termijn. Het stock-to-flow model ziet er heel erg interessant uit. Dus daarom zeg ik hier €35 aan Bitcoin. En dit zijn gewoon natuurlijk de bekendere coins, zoals ik al eerder heb gezegd. Ook vooral omdat ik erin zit voor de lange termijn. Bitcoin is een heel belangrijke coin, want daar is alles mee begonnen. Je hebt het vaak nodig om andere coins te kopen. Ethereum is juist een goed alternatief en wordt vaak ook als netwerk gebruikt voor heel veel andere coins. Dat zagen we dus misschien zojuist ook wel bij Polkadot. Dus beide redenen om in ieder geval deze te kopen. En dan weet ik alleen niet meer precies hoeveel ik nog precies over had om de laatste aankoop te doen. Dat is €35,12. Dus gaan we die als laatste toepassen. En dan zullen we zo meteen zien hoe het er uitziet, het portfolio, na mijn aankoop. We gaan nog één keer bevestigen. Buy now. En dan komen we terug in mijn wallet en dan zul je zien dat de CoinMeurs coins waarschijnlijk op nul staan, dat ik geen tegoed meer heb. Dat klopt. Daarna gevolgd door de positie Dogecoin die €9 waard is. We zien hier Polkadot nu een beetje in de min staan, omdat we juist deze aankoop hebben gedaan en daar ook de transactiekosten worden verwerkt. Gevolgd door Cardano met €300 op dit moment, €316 aan Bitcoin en €366 aan Ethereum. En daarmee hebben we de aankoop voor deze maand ook weer gedaan. Wederom €100 geïnvesteerd. Een gedeelte nu in een nieuwe coin genaamd Polkadot. Omdat ik in ieder geval wel interessant lijkt. Het kan wel best wel interessant ook worden. Een coin die ook al in de top 10 staat. Ik geloof zelfs op dit moment op nummer 8 wat betreft marktwaarde. Laat toch vooral weten wat jij denkt van Polkadot. Of misschien wel juist van een andere coin die je interessant vindt. En vertel ook juist dan waarom je dat vindt. En doe dat via de reacties onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video, zodat je in de toekomst nooit meer een video mist. Wil ik jou bedanken voor het kijken.
hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.